Weet of niet, bijvoorbeeld van Alexander zal ongemakkelijker onthouden dat hij ooit de stekker er heeft uitgetrokken dan dat hij minister is geweest van zoveel bevoegdheden. Bij mij is dat ook een geval. Ik ben altijd mijn best om dat te verleden. Vier dingen. Ik was dikwijls in overlopen. Nick en Trostorie. Tweelingenparades. Marcel al 10 jaar uit de politiek. Dan krijg je er niet uit of niet in. Dan heeft dat verkeerd voor. Van dat overlopen, dat was maar gedeeltelijk waar. Ik ben ooit een revolutionair geweest, als men die zegt, Marcel is zo zachtaardig. Ik ben de meeste revolutionair geweest die genoemd heeft. En ik heb een paar jaar lijfwachten nodig gehad als ik buiten ging. Ik kan me niemand anders voorstellen bij wie dat het geval is geweest. Het is zoals bij Jezus, wie die voor mij was, was tegen mij. Ik werd hier beschouwd als ik eerst de gemeenteraad het vijfde wiel aan de wagen. Dat het heeft dan toch 48 jaar blijven duren. Mijn plaats, ja, ik ben 2 keer de derde van die ongeveer 100 kandidaten. In 2000 was ik dan weer de vierde en in 2006 de vijfde. Van Dimmick en Prostory, laten we dat voorbij, tweelingenparades. Maar dan al 10 jaar uit de politiek, dat was ook een misverstand. Ik werd uitbundig gevierd als zilveren schepen, 25 jaar. En ik dacht dan, Marcel is in de politiek. Ik werd dan in het onderwijs gevierd, cultureelraad, sportraad. En dan zeggen ze allemaal, hij zit toch uit de politiek? Dat ze hebben nu gevierd. En daarmee, dat is wel iets komisch. Maar ik zeg, hoe komt dat toch dat men materieel krijgt? Ondertussen ben ik de ouderdom zeker. Die zilveren schepen, dat is geen correcte benaming. Dat heeft ooit gezegd, die heeft hem zelf verklaard tot zilveren schepen. Dat wil je zilveren jubileum voeren. Maar nu, Hans' streek, spreken ze mee aan met zilveren schepen. En de volgende die dat gaat doen, die gaat dan zeggen dat het plagiaat is. Maar nu ben ik de ouderdomsdeken. En ik neem zodanig afscheid dat we zeggen, onder meer moest onze gemeenteraad voorzitten. En één, dat ik dacht eerst, nou wel, kan dat worden. Maar hij moet nu weggaan, omdat zijn zoon in de gemeenteraad zal zetelen. En nou wel, van al deze hier aanwezig, en van vroeger kandidaat, is de persoon die ik dat langs ken. In 1964 en 1965 waren wij respectievelijk leraar en leerling. Hij was een vlijtige leerling, hij had een mooi schrift, hij had goed lezen, maar geen van beiden die dacht dat wij ooit in de politiek zouden geraken. En hij is dan Charo leren kennen, in Kerman, en we zeggen maar eens, als ze binnen ons slaapt, betrapte zijn vlooien. Hij is dan een echte militant van het CD&V geworden, ik van de VLD, en ik niet. En ik moet wel zeggen, van al die personen van de CD&V, na al die jaren, is hij toch wel het meest trouw gebleven en het meest standvastig en zich na Charles van Uden zijn, dat het meest blijven erin zitten. Die waren er wel? Begrijp u dat er nu in zo'n toestand, je moet in de gemeenteraad werken. Ik zou tal van anekdotes kunnen vertellen, zoals een koppel dat 2 keren moest trouwen. Zoals die schijnhuwelijken, dat ik dat soms toch ook niet in de zekerheid kon over beslissen. De tijden dat met het vrouwelijk personeel, met de kermis op de molen zat. Tijden dat ik aan de kust, mijn info, dat was toen Brakelberg te schreef, maar ik ga dat weglaten. Ik ga beginnen en komen. Proberen we Braak of 5-sterrengemeente met een oppervlakte van 5.500 hectare en net geen 15.000 inwoners proper, veilig en levendig te houden. Een gemeente waar het goed is te leven en te beleven. Gelegen grenzend aan de taalgrens in het uiterste zuiden van Oost-Vlaanderen. Meer bepaald als een parel in de Vlaamse Ardennen. En dat weten misschien veel, ik was bij de stichting van de VVV, dat was de 18e maart 1976, VVV, vroeg mij af waarom moet je dan zonder IT er altijd toerisme bij zeggen, Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Dat was het latere toerisme Brakel. Stel je voor dat je vandaag zou zeggen, maar de Pessimier, dat wordt de volgende schepen van toerisme, ik ga hier een vereniging voor vreemdelingen oprichten. Dat God zou niet te klein zijn. Hè? Vreemdelingen, dat toen de betekenis, de mensen van Vlotbeck, van Valierde. Nu heeft dat een totaal andere betekenis gekregen. Maar we spreken dan van, ja, gewoon Brakel, toerisme Brakel. Vlaams Ardennen wordt
bij vele dingen gebruikt.